Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de workshop dieren op en in de dijk. En we gaan dat niet zo mooi als net doen met een appje hier, want ik zag ook in het begin nog wel wat problemen. We gaan het gewoon lekker op z'n jamboerenfluitjes doen. We doen wat plaatjes die hier automatisch voorbij gaan lopen. Daar hoef ik ook verder niks aan te doen. Maar we gaan wel daarna in een aantal groepjes werken met jullie. En je ziet hier een aantal dieren de revue passeren. We beginnen met de muskezat. Eigenlijk het dier wat we het beste onder controle hebben in Nederland. Het diertje kost ons 34 miljoen per jaar. Brengen we met z'n allen op. Hebben we een geoliede organisatie voor staan. Maar de vraag is of jullie wel alle gegevens die we daar verzamelen, of jullie die ook wel gebruiken. Want wij weten waar jullie gaten in de dijk zitten. Althans in ieder geval de gaten die deze dieren maken. De vraag is of jullie dat ook weten. Die kennis die hebben wij. Dus op het moment dat je straks in het groepje staat bij de muskers en beverrat, dan kan je ook gaan vragen waar je die informatie krijgt. Op de tweede plaats hier het andere dier waar we als waterschappen heel actief mee zijn. En ik zeg waterschappen, de taak die is in de wet bij de waterschappen neergelegd, maar we bestrijden in heel Nederland. Dus of je nu voor Rijkswaterstaat werkt of voor een waterschap, wij komen langs al het water. En als je denkt dat we ergens niet komen, trek dan aan de bel. Dan hebben we een website en dan komen we alsnog. Die beverrat kost ons ongeveer 1 miljoen per jaar. Die hebben we met succes teruggedreven tot aan de Duitse grens. En daar hebben we een cordon van vangmiddelen liggen. En al die beverratten die het land inzwemmen, die proberen we daar te vangen. Af en toe dan schiet er eentje door. En die treffen we dan wat verder in Nederland aan. En we maken daarbij gebruik van meldingen van publiek. Onze musketelbestrijders die kijken goed of ze niet aantreffen. Er zijn mensen die meldingen zetten op waarneming.nl. Daar maken we ook dankbaar gebruik van, want daar kijken wij natuurlijk ook naar. Een nieuwkomer als probleemsoort is de bever. En de bever, linksboven zien hem, eigenlijk een maatje groter dan die muskezat en die beverrat. Maar die heeft één probleem, hij staat ook op de lijst van beschermde soorten. En dat maakt dat het bestrijden van een bever een stukje moeilijker is. Want eigenlijk mag je helemaal niets, zowel de bever zelf als zijn leefgebied is beschermd. En dat geldt ook voor dit dier, de dars. Die dars die zul je niet direct in het water aantreffen, maar hij kan dus wel in je dijk zitten. En kan dus daarmee eigenlijk ook een groot probleem vormen. En er zijn in Italië wel situaties bekend dat darsen dammen doorgegraven hebben, waardoor er ook overstromingen ontstonden. Dus ook die dars is wel een wezenlijk probleem voor onze dieren, of voor onze dijken. Wat je hier ziet is een bekend probleem, mollen. En hier dan ook mollen in de dijk. Wie van jullie bestrijdt er wel mollen in zijn dijken? Komt dat veel voor? Ik zie dat er heel wat handen omhoog gaan, maar lang niet overal. Wat je ziet dat waar die muskers- en beverratbestrijding dus heel erg georganiseerd is, daar zie je dat bij die mollen veel minder. En zijn vaak ook acties die in bepaalde perioden van het jaar uitgevoerd worden. Ander probleem, dat zijn de konijnen. Nou, konijnen is ook weer zo'n soort van hele hoge aaibaarheidsfactor, maar wat doe je ermee? Ga je dat bestrijden of niet? Ik weet in de Botlek, waar heel veel van die olieopslagtanks staan, daar zijn ze echt daadwerkelijk met jagers, worden daar heel veel konijnen bestreden. Vanwege de graafschade die ze daar aanbrengen. Doen waterschappen dit ook? Konijnen bestrijden? In de dijk zitten wel. Wie van jullie heeft er last van vorsen? En doe je daar ook wat aan? En wie doet dat dan? De WBE, oké. Praten we dan over grote aantallen die er gevangen worden? Althans gevangen, geschoten. Ja. Maar deze vangen toch ook konijnen? Deze vangen ook konijnen. Dat is inderdaad een bijkomend voordeel. En die kunnen dus ook een deel van je probleem oplossen. Het grote voordeel van die vos is dat hij ook nog muskezatten kan vangen. Maar dat gebeurt weer niet zo vaak. Maar zo'n vos is inderdaad, en je ziet het hier aan die reiger. Die reiger die heeft hier een rivierkreeft in zijn bek. Is een rivierkreeft, is dat nou echt een probleem voor een dijk? Hoe is de graverij van rivierkreeften? Hoe diep zitten ze? Ja, het is vooral bij de rivierkreeften, wat je daar waarneemt, is dat ze heel oppervlakkig graven. En als ze graven, het zijn ook vooral gebruikers van holen van anderen. Dus op het moment dat muskersratten holen gegraven hebben of beverratten, mollen, dan zie je daar ook wel rivierkreeft in. En dan zie je ze dus inderdaad tot best wel diep in de dijk. Maar dan zijn het vaak wel dus de gaten die door andere dieren gegraven zijn. Paarden op de dijk. Wie heeft er nog paarden op de dijk? Hebben jullie dat in de keur niet geregeld dat het niet mag? Het mag niet, maar ze lopen er wel aan de deur. Oké. Want je ziet inderdaad dat paarden, dat is met name de grotere huisdieren, zoals ze noemen worden, paarden en koeien, dat is dan vaak in de keur wel geregeld. Schapen zie je dat die nog echt ingezet worden als begrazing, juist dat ze het willen. Maar ik zie ook waterschappen die juist ook daarvan af willen, die de schapen niet meer op de dijk willen. Dus daar zie je nog een beetje zo'n tegenstrijdigheid van, ja, willen we dat nou wel, willen we dat nou niet? Wie gebruikt schapen als begrazing op zijn dijk? Ik zie toch wel heel veel vingers. En wie wil het absoluut niet meer? Je ziet dus al dat... Langzaam afbouwen. Ja, daar zie je dus al zo'n kantelmoment dat die schapen, dat begint ook een ongewenste soort te worden. En waarom willen we die schaap niet meer om de dijk? Vroeger zeiden we juist van, ja, die is juist goed voor de grasmat. Met zijn kleine hoeven, met zijn pootjes, die trapt die wortels goed vast, die verdicht het. De schapenpaadjes, is dat dan het probleem? De bevesting zorgt voor een grotere bloei. Ja. Nee, het is inderdaad dan de bevesting die bij de schapen vandaan komt, waar die het probleem gaat geven. Nou, je ziet dus dat we heel veel soorten hebben waar we als waterschap last van hebben. Nou, als we kijken naar wat er aan onderzoek gedaan wordt voor al die soorten, dan is denk ik, dan spant de muskusrat daar de kroon. Daar hebben we de afgelopen jaren heel veel tijd, geld ingestoken in onderzoek. Als je dat afzet tegen de 34 miljoen die er jaarlijks aan besteed wordt, is dat ook niet raar. Er is een aantal jaren geleden hebben we een veldproef muskusratten gehouden. Daar is nog 2 jaar bureaustudie op gevolgd. Kijken hoe nu de populatie zich daarna weer teruggebracht wordt naar het oude niveau. De resultaten daarvan komen dit jaar beschikbaar. Moet je denken, het zal zo rond de zomerperiode zijn. En voor die muskusrat, daar komt nog een ander belangrijk onderzoek. Er loopt op dit moment een bureaustudie volledige verwijdering. Uit een tussenrapportage van die veldproef kwam van, ja, kijk, misschien toch ook eens met een schuin nog of volledige verwijdering van die muskusrat geen optie is. En nou, dat lijkt het te zijn. Het is niet alleen een optie, het lijkt ook op termijn zelfs de meest goedkope optie te zijn. En we hoeven er niet eens meer geld in te gaan steken. We moeten alleen zorgen dat onze waterschappen het huidige niveau van uitgaven, dat ze dat nog een jaar of 12 volhouden. En dan zouden we de muskusrat kunnen terugdringen tot de grens. En dat ik dat hier nu al noem, want dit is een beetje vooruitlopend op wat we de komende tijd het bestuurlijk traject in gaan brengen. Want uiteindelijk moeten de 21 waterschapsbesturen van Nederland daarover besluiten. Want het heeft geen zin als het ene waterschap de strategie neemt, we gaan de muskusrat terugdringen tot aan de grens en het andere waterschap doet het niet. Dus we doen het of met z'n allen of we doen het niet. En daar heb ik jullie hulp wel een beetje mee nodig, want jullie moeten daar je bestuurder ook mee gaan voeden dat ze dat vooral wel of niet moeten gaan zeggen. Nou, het liefst hoop ik natuurlijk van wel en dat we dat met z'n allen gaan doen. Maar op het moment dat wij het huidige investeringsniveau wat we er jaarlijks in de muskusratbestrijding stoppen, als we dat nog een jaar of 12 volhouden, dan is die muskusrat teruggedrongen tot de grens. En kunnen we dan met veel minder geld toe. En dat is de grote zak met geld die we de bestuurders willen gaan voorhouden. Dat is niet, daar hebben we een model onder liggen wat, voor de populatie. Maar er is ook daarnaast een financiële onderbouwing gemaakt, kosten-batenanalyse. En ook die komt straks beschikbaar, dus ook halverwege dit jaar zal dat allemaal beschikbaar komen als dat het bestuurlijk traject ingaat. Maar dit is alvast een tipje van die sluier, het kan, we moeten vooral zo doorgaan. Raken bestrijders dan hun werk kwijt? Nee, want nou komt er toevallig een binnen, zou je net zien. Nee, bestrijders raken niet hun werk kwijt, want het risico op herintroductie is te groot. Want we zitten nog steeds in Nederland tegen een onbestreden gebied aan in Duitsland. Dus we moeten ervoor zorgen dat alles wat bij de grens zich aandient, dat we dat op blijven vangen. Net zoals we dat nu bij de beverrat doen, moeten we dat straks ook met die muskusrat gaan doen. En de dieren die erdoor glippen, ja, die moeten we nog steeds opvangen. En dat moeten we ook elders in het land, nog steeds moeten we daar mensen paraat hebben. Dus we gaan in die toekomst zullen we nog steeds in het hele land mensen nodig hebben die in ieder geval de kennis en kunde en vaardigheden hebben om dat te kunnen doen. Wat we nu willen gaan doen is dat we in een aantal groepjes gaan kijken van wat voor dieren hebben wij nu last en waar willen we nog veel meer kennis over hebben. En ik wou eerst maar even wat inventariseren bij jullie. De bever en de das, dat is zo'n soortgroep, beschermde soorten. Hoeveel last hebben jullie daarvan en zijn daar nog veel kennisvragen? Wie heeft daar last van en zou daar veel meer over willen weten? Het gaat er ook vooral om de kennisagenda van Stowa bijvoorbeeld te vullen. Zodat we ook gaan kijken van welke kennisvragen leven er. En kunnen we die kennisagenda gaan voeden. Dus ik zou willen voorstellen dat we zo direct één groepje van de bever en de das gaan doen. En die gaan we links achter in de hoek doen. Daar ligt een groot vel. En probeer daar vooral dus, welke vragen leven er? Welke vragen? Het mogen hele simpele vragen zijn die we misschien zo kunnen beantwoorden. Van ons uit is daar iemand bij die dat ook begeleidt en die misschien een aantal vragen zelf kan beantwoorden. We hebben de topman van de bevers uit Limburg weten te strikken. En daar worden ze zelfs al geschoten, dus ze zijn daar een stapje verder dan de rest van Nederland. Maar allerlei vragen die er spelen op het gebied van bever kunnen jullie straks aan Wiljo kwijt. En daar wil ik ook de das bij doen, omdat het in dezelfde categorie beschermde soorten zit. Welke soorten zijn er nog meer een probleem? Want kijk, ik kan wel vinden dat de muskusrat en de beverrat geen probleem is, maar misschien vinden jullie dat wel een probleem. Moeten wij voor de muskus en beverrat ook een tafel in gaan richten? Wie wil dat graag? Nou, volgens mij is die onder controle. Jij bent vrij, Henk. Mollen, konijnen, vossen. Is dat een probleem? Gaan die zo direct rechts achter in de hoek met fokken? Gaan we daar kijken. Moeten wij nog voor de koeien, paarden, schapen, moeten we daar nog in discussie gaan met een groep mensen? Wie, oh wie? En toen bleef het stil. Nou, dat doen we niet. Is ganzen een probleem? Ik heb ganzen net nog niet genoemd. Wie heeft een probleem met ganzen of andere vogels op zijn dijk? Kijk, daar komen weer vingers. Peter, ik geloof dat jij ganzen gaat doen. De ganzen gaan we hiervoor doen. De rivierkreeften. Is dat een probleem? Of blijven daar de armen laag? Ik zie wel een paar handen. Dus de rivierkreeften gaan we hier bij de desk doen. Wie wil er over een soort praten die nog niet genoemd is? Ja, nou roep maar. Muizen en ratten. Muizen en ratten. De Chinese wolhandkrab die doen we bij de rivierkreeften. De honden die doen we bij de vorsten van Fokke. Hoor je dat, Fokke? Tractoren vallen niet onder de dieren. Ik hoorde net nog een soort. Nee, er werd er net nog één genoemd. Muizen. Voor de muizen hebben we een aparte sessie ingericht en die komt na mij. Dus die doen we hier niet. Ik maak me er erg makkelijk vanaf, maar Niek Bosma die komt straks... een hele workshop gaat die stilstaan bij de muizenproblematiek en wat ze daar in Friesland aan gedaan hebben. De bruine rat, die gaan we voegen bij de... Oh nee, dat hadden we niet, hè, de muskus en de beverrat. De bruine rat gaan we ook doen. Die komen bij mij. De konijnen zaten al bij Fokke. Dus we gaan ons nu verdelen. Fokke doet dus de mollen, de konijnen, de vorsten en de honden. En Fokke die staat rechtsachter. Fokke, ga je even staan, dan kunnen ze zien wie jij bent. Fokke. De bevers, de dassen, die gaan naar links achter met Wiljo. Wiljo die staat hier, hij steekt nu zijn hand omhoog. Rivierkreeften, Ruud. Hier. Ruud, wil jij beginnen met de ganzen? Waar is de microfoon? Die ligt hier. Ja, we hebben ons natuurlijk helemaal niet aan de opdracht gehouden, zie ik nou. Maar dat maakt niet uit. Want het grootste probleem wat bij ons was graverij. Welk dier hadden jullie? Oh, de Amerikaanse rivierkreeft hadden wij. Oké. Sorry. Ja. Flora en fauna, dat het opgevreten wordt. En dat het heel lastig gaat worden om nog te voldoen aan de opgave in het kader van de kaderrichtlijn water. Dat is het grootste probleem die wij zien met de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, het oplossen, dat zien we niet echt, van dat het nog echt op te lossen is. Maar ja, dat weet je nooit. Dat zeiden ze ook van de mussenratten, hè? Dat zei ik al tegen jou. Daar denken ze ook nou aan dat het volledige verwijdering mogelijk is. Maar op zich, van, je moet wel naar een controleerbare situatie toe gaan. En ja, of dan de beroepsvissers dan degene zijn die daarvoor in aanmerking komen, dat is nog maar de vraag. Voor het afromen, misschien heb je daar ook andere mensen voor nodig. Maar is het echt een probleem voor de dijkveiligheid? Of? Nou, op zich van, er is natuurlijk een situatie bekend, in ieder geval bij ons waterschap, van dat er wel lekkage aan een kade ontstond. Dus wat dat betreft wel. Ja, kan je genoeg preventieve maatregelen nemen, is ook maar de vraag. Dan doe je wel wat aan de veiligheid, maar dan doe je niks natuurlijk aan de flora en de fauna eigenlijk in de watergang. Dus dat is wel een hele lastige. Okay. Dus een veiligheidsprobleem zien we niet echt direct, behalve bij boezemkaders. Maar je hebt er wel last van? Je hebt er zeker last van, ja. Oké, dankjewel. We gaan door naar de ganzen. Peter. Nou, ook wat dichter bij je mond houden. Oké. Als praat ik gewoon wat harder. In ons groepje hebben we de ganzen besproken. Waar hebben we last van? Nou, ze eten het gras van de kades af en ook het riet. Daarbij, moet ik even lezen hoor. Ze mogen niet geschoten worden of gevangen vaak op die locaties. Wat ze ook met zich meebrengen is de ontlasting. Ze scheiden alles onder, wat ook weer ongedierte met zich meebrengt. En het worden er steeds meer in plaats van minder. Nou, het is wel een beetje situatieafhankelijk van het probleem. Van waar is het? Ligt het tegen een natuurterrein aan? Waar ligt de dijk? Het is ook niet altijd waterschapseigendom waar het probleem ontstaat. Dus daar kan je er zelf ook vaak niet wat aan doen. Dus het probleem ontstaat vaak in aangrenzende gebieden. Dat kan een natuurterrein zijn, maar ook een ander terrein. Maar wat niet van het waterschap is. Ja, wat zou je dan moeten doen? Je zou de populatie moeten bestrijden. Maar ja, dat is een politiek probleem. Hè, van hoe doen we dat dan? Mag het zomaar? Kan het overal? Nu moet je overal vergunningen voor aanvragen. En dat je die allemaal geregeld hebt en mag, dan zijn het er weer meer. Het echte probleem zijn ook echt wel de schades die eruit ontstaan. Maar echt het probleem aanpakken wordt niet gedaan. Dus maar als je het even terughaalt naar de dijk, het is dus vooral het probleem grasmat, dus erosie. Ja. Als we het even terughalen naar de dijk. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Fokke. Fokke die heeft zich bezig gehouden met honden, vossen, mollen, konijnen. En het konijn is helemaal niet langs geweest. Eigenlijk ging het vooral over de mol. Dat was de meeste interesse. Iedereen wil wel weten van hoeveel mollen zitten nu op zo'n foto als je zag in de presentatie. Volgens mij zijn er nog niet zoveel mollen. En toen werd er doorgepraat over de bestrijding van de mol. En ja, de behoefte aan verder onderzoek. Van wat willen we nu eigenlijk meer weten over de mol? Dan zijn er vragen over de bestrijding. Hè, welke methodes? Werkt zo'n geluid, zo'n trillingapparaat? Werken mottenballen? Hebben we zwijnverdwijnzuilen, wou ik zeggen, mollenverdwijn, geurstoffen of zo? Dat soort onderzoek. Maar ook, hoeveel schade treedt nu eigenlijk op door de mol aan die dijk, aan die grasmat? Hoeveel is dat? Ik hoorde, als je 60 centimeter klei hebt en er zitten mollengangen in, dat er dan evengoed geen last is bij overslagproeven. De vraag is of dat zo is. Nou ja, de oplossing voor het probleem is ook als je zou weten in welk gebied wil de mol niet. Wat maakt een gebied al of niet aantrekkelijk voor een mol? Dus onderzoeksvragen genoeg. Toen kwam toch nog even de hond voorbij met... de vos werd eigenlijk niet over doorgepraat, maar vooral de honden. Dan heb je die hondenuitlaatservices en die honden die willen nogal graven. Ik hoorde een opmerking van ja, als je de muizen nu bestrijdt, gaat de hond misschien ook niet graven. Dat is een oplossing, ja, en hoe voed je mensen op? Hè? Je kunt vanuit het waterschap zeggen, je komt niet met de hond op de dijk, aangelijnd of niet. Maar dan moet er wel gehandhaafd worden en de behoefte om te handhaven door de waterschappen lijkt daar wat tegen te vallen. De konijnen kwamen niet langs. Oké. Okay. Dus de mollen, daar zitten nog wat kennisvragen vooral? Daar zitten vooral de kennisvragen, denk ik, ja. Dat is mooi. Ja, vanuit de muskenzat weten we dat we hebben in die veldproef gekeken en hebben ook naar graverij gekeken. En daar zagen we vooral een na-eil-effect ook in de instorting en zo hè, van gangen. En dat zal bij mollen niet anders zijn. Je hebt de mollen weggevangen en pas 1 of 2 of 3 jaar daarna, dan stort pas de bol in. En dan zakt het weg. Ja. Dus er zit een heel lang na-eil-effect in. En bij de muskenzat hebben we gezien dat dat in kleigrond tot wel 6 jaar kan zijn. Dus dat is ook iets wat bij mollen dus ook kan spelen. Okay. In ieder geval een duidelijke behoefte aan meer kennis, meer onderzoek. Oké, dankjewel. En dan Wiljo. Voor bevers en dassen. Vooral over bevers gaan, dacht ik. Maar jij gaat het vertellen. Ja, wij hadden de bever en de das. De das zijn we helemaal niet aan toegekomen. De grootste vraagstukken liggen eigenlijk bij wie is verantwoordelijk voor wat? Wat zijn je mogelijkheden bij schades? Wat is een aanvaardbaar risico, wat niet? Hoe bepaal je waar je risico loopt en waar niet? Nou, een hele hoop van die zaken komen eigenlijk terug op goede afspraken met de provincie. Heel veel natuurbeheer is allemaal provinciale aangelegenheid. En al die zaken die eigenlijk hier naar voren kwamen, in mijn ogen zijn een gebrek aan kennis. En een gebrek aan kennisuitwisseling met je provincie. De mensen die daarover gaan, die moet je eigenlijk met elkaar om tafel. Als je als dijkbeheerder denkt risico te lopen of verwacht risico te gaan lopen in de toekomst, zorg dan dat je op voorhand protocollen en afspraken hebt over wie waarvoor verantwoordelijk is, wat je wel en niet mag bij een x-aantal situaties. Vooral dat, wat dus het onbekende, maar we weten dat het eraan komt, was hetgene wat volgens mij heel sterk naar voren kwam. Oké. En dat was hem? Ja. Ja, als ik nog even landelijk kijk wat er voor wat betreft de bever speelt. Er is heel lang geroepen van er moet een landelijk beverprotocol komen. De provincies die waren daar niet zo voor. Maar als waterbeheerders samen zijn we nu wel bezig om te kijken of we naar een gezamenlijk protocol kunnen komen. Daar zit Rijkswaterstaat is daar ook bij aangehaakt. En we kijken nu vooral mee naar wat er bij waterschap Rivierenland loopt op dit moment. Die moeten hun beverprotocol vernieuwen. Dat moet voor 1 januari gereed zijn. En 1 januari is ook de datum waarop de nieuwe gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen ingaat. Die de huidige gedragscode gaat opvolgen. Rivierenland die schrijft nu hun nieuwe beverprotocol op die nieuwe gedragscode. Daar zijn we vanuit de Unie bij betrokken, daar is de provincie bij aangehaakt en nou, daar willen we proberen om, die ook als basis te gaan gebruiken voor het landelijk overleg met alle provincies om te zorgen dat we daar een beetje een lijn in krijgen, want je ziet nu dat iedereen te veel op zijn eigen houtje bezig is. Voor wat betreft de dassen gebeurt dat nog niet, maar als je voor de dassen wat zou willen, zou ik zeggen ga kijken bij waterschap Aa en Maas of de Dommel, nou twijfel ik even, een van die twee die heeft een dassenprotocol. Aa en Maas, ja. Dus kijk daar vooral als je daar behoefte aan hebt en heb je vragen, kan je altijd bij mij komen. Dolf Moerkens, Unie van Waterschappen. En dan help ik je verder. Tot zover. Dank jullie wel.